Want we hebben een huisgenoot in ons midden vandaag. Chris Heidstra, heel leuk. Mijn zoon van 10 had vorige week een opdracht voor zijn begrijpend lezen dat hij thuis moest maken. En die ging over jou. Ja, een artikel over jou, de koningin van de jeugd. Vertel even, hoe word je koningin van de jeugd? Het speechgedeelte van het Elisabeth Kinderrecht Debat van het Gevonden. Ja. En dan word je eigenlijk voor een heel jaar dat je koning op koningin. En nou hebben wij natuurlijk altijd traditie, de derde dinsdag in september, Prinsjesdag. Kleine Prinsjesdag is ook geweest. En dat was het moment waar jij jouw eigen troonrede moet voorlezen. Ja. Nou zagen wij net al het filmpje waar ze in Ivoorkust bezig zijn om van afval bouwmateriaal te maken. Dat is iets wat natuurlijk helemaal jouw straatje past. Ja, helemaal. Ja. Want waar wil jij je voor inzetten als koningin? Eigenlijk voor het milieu en dan eigenlijk meer dat kinderen betrokken moeten worden bij de oplossingen. Want wij uiteindelijk zijn bij de toekomst en wij zouden nu dus al een beetje moeten kunnen besluiten wat er dan mee gaat gebeuren in de toekomst. Zodat alle problemen die de volwassenen veroorzaken, jullie uiteindelijk op je bord krijgen. Ja. Ja, ja. Dat je dus al in de basis kan zeggen, wacht even, want wij moeten daar met dealen over een paar jaar. Precies. Oké, ik geef jou het woord voor je eigen troon. Geef hem een groot applaus. I have a dream. De beroemde woorden van Martin Luther King, die we allemaal kennen. Ik heb ook een droom. Maar als we zo doorgaan, ben ik bang dat mijn droom misschien niet uitkomt. Want zullen onze kinderen elke dag bang zijn voor overstromingen? Zich elke dag moeten beschermen tegen extreme hitte? Steeds vaker ernstig ziek worden? Of zullen ze zich zorgen maken over de toekomst? Of ze die wel hebben? Als wij zo doorgaan, wel. Maar dat is niet hoe we willen dat onze kinderen opgroeien. En volgens het kinderrechtenverdrag mag dit ook helemaal niet. Artikel 3, belangen van het kind voorop. Artikel 6, recht op leven en ontwikkeling. Artikel 27, artikel 31. Allemaal regels die er zijn om onze kinderen te beschermen. Maar als we blijven leven op de manier waarop we nu doen, met de ongelooflijke hoeveelheid CO2 uitstoot, hebben we 3 aardes nodig. 1, 2, 3. Maar we hebben er maar 1. En ik hoor jullie al denken, maar wat zou ik nou kunnen doen? Andere mensen die meer te zeggen hebben, lossen dat toch wel op? Mensen met een grotere, luidere stem? Maar jouw stem is zo groot en luid als je hem zelf maakt. Iedereen heeft een steentje. En dat steentje kun je weggooien en niet meer naar omkijken. Maar dat steentje kun je ook inzetten. En dat is misschien niet zo groot als die keien van Nelson Mandela of Mahatma Gandhi. Maar vergeet niet dat hun steentjes ooit ook zo klein waren. Dat jouw steentje het begin kan zijn van zo'n enorme kei. Dus leg je steentje neer door minder vlees te eten, door geen plastic tasjes te gebruiken, of door gewoon simpelweg je afval te scheiden. Een klein gebaar. Een klein steentje. Met een groot effect. In de hoop dat andere mensen jou opvolgen en dat jullie steentjes samen uitgroeien tot een enorme berg. Want zoals Wendell Berry ooit zei, we hebben de aarde niet gekregen van onze voorouders. We lenen hem van onze kinderen. En onze kinderen hebben het recht om de aarde mee te maken zoals wij dat doen. Groen. Levendig. Heel. Nu ik koningin van de jeugd ben, wil ik ervoor zorgen dat als je in 2030 om je heen kijkt, dat je ziet dat alle huizen zonnepanelen hebben. Iedereen rijdt elektrisch. Je ziet geen plastic tasjes. Geen overvloed aan water. Ik heb een droom. Artikel 3. Belang van het kind. Voorop. Altijd.
Steengoed noemen ze dat ook wel. Echt heel goed.